Slovenië is al jaren een populaire vakantiebestemming onder wandelaars. Het land is bezaaid met heuvels en bergen, bossen, rivieren en meren. Voor ieder wat wils dus, maar wat past het beste bij jou? In dit eerste deel van deze serie vertellen we je meer over de verschillende landschappen en regio's waar je kunt wandelen. In de bergen bevind je je te midden van spectaculaire natuur en ben je even weg van de bewoonde wereld. Hier vind je fysieke en mentale uitdaging. Een meerdaagse tocht is in de bergen goed mogelijk. Wel moet je rekening houden met extremere weersomstandigheden en je hebt een goede basisconditie nodig. De bergen zijn dan ook alleen voor ervaren wandelaars. Wandelen in de heuvels is geschikt voor iedere wandelaar. Het is ook ideaal voor dagtochten waarbij je onderweg van mooie uitzichten geniet. In de heuvelachtige gebieden vind je een goede combinatie van natuur, cultuur en een fijn culinair aanbod. Let wel op, want in de zomers kan het erg warm zijn. De heuvels zijn echter ideaal voor wandelvakanties in het voor- en najaar. Verspreid over Slovenië vind je diverse heuvelachtige gebieden. Onze favorieten zijn de wijngebieden Brda en Vipava in het zuidwesten, het relatief onbekende gebied rond de warme Kolpa-rivier in het zuidoosten en Stajarska, een afwisselend gebied in het noordoosten waar heuvels, wijngebieden en stadjes dicht bij elkaar liggen. Er zijn twee soorten gebergtes in Slovenië, de Alpen en Middelgebergte. In de Alpen stuit je op adembenemende uitzichten en wandel je langs iconische en bekende plekken. De Alpen zijn rijk aan water met veel meren, watervallen en rivieren. Houd er rekening mee dat je hier weinig beschutting tegen het weer hebt en dat enige wandelervaring nodig is. Sommige stukken zijn namelijk steil en moeilijk. Het Middelgebergte is een goede keuze als je de voorkeur geeft aan meer rust en een goedkopere wandelvakantie. Er is veel bos en de routes zijn gemakkelijker dan in de Alpen. De routes zijn wel minder panoramisch en er is minder keuze in routes. Onderweg heb je ook minder faciliteiten. De Alpen bestaan in Slovenië uit drie delen die min of meer in elkaar overlopen. De populaire Julische Alpen zijn te vinden in het uiterste noordwesten. Hier zijn ook de hoogste toppen van het land. De Karawanken, die de grens met Oostenrijk vormen, zijn gemakkelijker te bewandelen. De Kamnik-Savinje-Alpen in het noorden van het land zijn geschikt voor de avontuurlijke wandelaar. Ook voor Middelgebergte is er veel keus. In het westen vind je Cirkno en Idria, waar je groene heuvels en UNESCO Werelderfgoed bij elkaar vindt. In het zuidwesten ben je in het groene karstgebied, waar, zoals de naam al zegt, de verschijnselen van de karst zichtbaar zijn in de natuur. In het oosten van Slovenië vind je de streek Posavje, waar ook de Sava-rivier stroomt. In het noordoosten vind je tenslotte het grotendeels beboste Pogorje-gebergte.
Dit was het eerste deel van onze serie. We kijken ook onze tweede video, waarin we ingaan op de verschillende type wandelroutes in Slovenië.